goedemiddag en welkom bij NH Events. Het is lekker vol hier, want we zijn namelijk in Park Hoenderdaal en dat is in Anna Paloma. We gaan een echte roofvogelshow bijwonen. Dus we komen hier zo meteen uit deze deuren, komen er echt allemaal roofvogels te zien. En die gaan van alles laten zien. En goed, ik weet er zelf niet zo heel veel van, maar degene naast mij die kan me er alles over vertellen. Wendy Terpstra, jij bent degene die zo meteen de show gaat doen, hè? Jazeker, dat klopt. Wat gaat er zo meteen gebeuren? Welke vogels gaan we allemaal zien? Nou, we willen zoveel mogelijk verschillende vogels laten zien. Gieren, karakara's, een arend, een valkje. En nu heb ik eventjes een ara meegenomen. Een ara? Ja. Prachtig dier, hoe heet hij? Hij heet Jacco. Jacco. En Jacco, ik wilde hem eigenlijk altijd al aan je gevraagd van tevoren, mag ik hem op mijn arm? Maar dat was niet echt een goed idee, hè? Nee, want ara's kunnen echt ontzettend hard bijten. Ze hebben geen moeite om een walnootje door de midden te kraken. Want dat redden wij niet met onze handen. Nee. Hey, en hoe oud is Jacco? Jacco is 36 jaar. 36, ja. Jeetje. En hoeveel heb je er hiervan in Nederland? Hoeveel ara's ongeveer? In Nederland? Ja. Nou, deze leven hier niet in het wild. Nee, maar in de park en in Hoenderdaal? Wij hebben hier nog een groepje van 7. Ja. En die vliegen nog niet in de demonstraties, maar dat willen we uiteindelijk wel gaan doen. Ja. Maar die zitten hier nog niet zo lang, dus die moeten even wennen. En we hebben er nog een stuk of 4 voor in het park. Oké, hopelijk. Maar er zijn dus, je vertelde al eventjes voordat de uitzending begon, dat er 2 shows per dag zijn, hè? Of zo'n, ja, zo'n roofvogelshow? Ja. We hebben al 2 demonstraties per dag en ze zijn al 2 heel verschillend. Elke ochtend bedenken we weer welke van de vogels we graag willen laten zien. Ja, dus je hebt een beetje speling in welke vogels je nu gaat doen? Want het houdt voor de mensen die komen, houdt het leuk, want elke keer hebben ze gewoon wat anders te zien. En voor de vogels ook, want die raken dan niet in zo'n sleur. Ja. Elke keer is er weer verrassing wat ze moeten doen. Ja. En deze plek waar we staan, hoe lang bestaat het al? Nou, we zijn dit voorjaar pas voor het eerst opgegaan. En er is een paar jaar aan gewerkt. Dus het is echt allemaal nog heel pril. En er zijn ook nog heel veel vogels die nog moeten wennen aan deze nieuwe locatie. Want wat was het verschil hoe de roofvogelshows eerst gingen en hoe ze nu gaan in dit nieuwe gebouw eigenlijk? Ja, de reden dat we dit gebouw eigenlijk hebben gemaakt is omdat er ooit een folder is ontstaan voor mensen die tegen roofvogelshows zijn. Ja. Daar hebben we heel veel punten uitgepakt en daardoor hebben we dit gemaakt om eigenlijk tegen alle punten wel iets te verzinnen. De dieren binden we niet meer vast, dat is een van de hele grote verschillen. Ja. Want voorheen zaten dieren aan leertjes vastgebonden, die kon je altijd pakken, ze konden niet weg, hadden geen vrijheid. En nu zitten al onze vogels echt in hele ruime volières. En kunnen ze eigenlijk gaan zitten waar ze willen. En wat jij al zei, ze komen door de deur, ze komen ook door de luik heen. En als we een luik open doen, kunnen ze altijd kiezen of ze mee willen doen of niet. Want ze kunnen ook 7 meter hoog gaan zitten en kunnen wij er niet bij. Ja. Dus dan kunnen we wel heel hard gaan roepen, maar dan gebeurt er helemaal niks. Ja, dat is bijvoorbeeld daar boven het publiek kunnen ze ook komen te zitten. En dan is het maar de vraag of ze mee willen werken, begrijp ik. Ja, klopt. Dat is altijd even spannend. Ja. Maar we vinden het belangrijk dat die vogels de keuze hebben en wij hebben ook al eens een dagje geen zin. Nou, nee. Als hun dat ook niet hebben, is dat prima en dan hebben we genoeg andere luikjes om te openen, om te laten zien. Precies. Ja, je vertelde al een beetje welke vogels we zo meteen kunnen verwachten, maar wat kunnen we nou eigenlijk van de demonstratie verwachten? Wat ga je eigenlijk doen? Nou, het belangrijkste van de demonstratie zelf vind ik is de mensen iets mee te geven, om educatie te geven. Dus vermaken vind ik helemaal niet belangrijk, maar eigenlijk wil ik ze gewoon kennis laten maken met onze dieren. Laten weten hoe ze eigenlijk een beetje in de natuur aan hun voedsel komen. En sommige dieren hebben het zwaarder in de natuur. Of andere educatieve dingen wil ik gewoon heel graag meegeven. Ja. Dat mensen er ook bewust van worden. Ja, mooi zeg. Je bent Jacco ondertussen de hele tijd aan het bijvoeren. Ja. Wat gebeurt er als je dat niet doet? Wordt hij dan onrustig? Dan gaat hij zich vervelen. Dan gaat hij in mijn shirt lopen happen. En andere dingetjes verzinnen wat hij leuk vindt om te doen. Ja. Mag ik hem iets geven of is dat niet echt een goed idee? Je mag het proberen. Nou, ik durf het eigenlijk niet. Laat het maar. Laat jij het maar doen. Ik stel het voor en ik denk gelijk dat. Nee, laat ik het maar niet doen. Ik wil liever al mijn vingers bij me houden. Ja, hij heeft echt heel sterk snavel. Maar hij kan ook heel makkelijk dus een zonnepitje gewoon helemaal uitpellen. Oh ja. Dus hij kan ook heel hele fijne dingen met het snaveltje doen. Ja. Hoe oud kan zo'n ara nou worden? Hij kan zeker wel 80 jaar oud worden. 80 jaar, ja. Ik dacht dat dit al een hele oude was, 36 jaar. Maar... Ja, want deze is hier niet geboren. Deze komt namelijk bij iemand particulier vandaan. En dat is dus een van de dingen die ik graag wil meegeven. Deze man die heeft er wel heel veel jaar goed voor gezorgd. Maar kon er niet meer goed voor zorgen. En ara's die hebben gewoon echt heel veel aandacht nodig. Ja. Want anders gaan ze zich vervelen. En dan gaan ze zich kaal plukken. En hij kwam dus ook kaal hier aan. Ja. Want die man die dacht ik heb niet genoeg tijd. En mijn kinderen wil ik die opzadelen met zo'n ara. Ja. Want hij gaat echt nog wel eens 40 jaar mee. Met een beetje geluk. Nou, dat is wel heel lang. Dus daarom altijd heel goed nadenken als je zo'n ara in huis wil. Ja.
van, kan ik daar wel voor zorgen en wie zorgt ervoor als ik er niet meer ben? Ja, nou, gelukkig is Jacco goed terecht gekomen hier. Ja. Ik ga je alvast voor laten bereiden, want de show gaat zo beginnen. Ja, pardon. Nog eventjes, dan gaat de show beginnen. Ja. Ik ga eventjes wat, mensen komen nog naar binnen. Ja, ik ga eens eventjes wat mensen aanspreken op de tribune. Nou, heel veel succes en we gaan naar je luisteren. Ja. Lekker vol zo te zien. Dag meneer, bent u er klaar voor? Helemaal. Ja? Ja hoor, we zitten een tijdje te wachten. Ja. Vol spanning, wat er gaat gebeuren. Vindt u het ook een beetje spannend? Ja, zeker. Ja. Ja. Houdt u, bent u echt een roofvogelliefhebber? Nee hoor, gewoon het park zelf helemaal bezoeken met de kleinkinderen. Ja. Gezellig. De kleinkinderen zitten naast u? Die zitten helemaal naast. Nou, ga ik even naar die toe. Dag dames. Houden jullie een beetje van roofvogels? Ja, ook een beetje over het park. Ja. Ja. En wie ben jij? Fem. En vind je het een beetje spannend? Want zo meteen komen al die vogels door die luiken. Ja, ik kan me voorstellen dat het een beetje spannend is. Nou, veel plezier dames. Dankjewel. Geniet ervan. Ja. Dag meneer. Goeiedag. Hallo. U bent hier met uw kleinkinderen ook, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Roofvogels, voor welke vogel komen jullie? Nou, maakt niet uit, we vinden alle vogels leuk. Ja. En wat is jouw lievelingsvogel? Een papegaai. Oh, ik heb er al eentje gespot. Heb jij die al gezien? Ja. Ja, weet je hoe die heet? Nee. Hij heet Jacco. Leuke naam, hè? Ja. Nou, we gaan zo meteen heel veel verschillende vogels zien. Ik heb het al een beetje gehoord. En we gaan over... Ja, allemaal. Ja, dat mag ik nog niet verklappen. Jullie horen het zo, maar we gaan... Ja, het is wel heel, heel bijzonder. Komt hier ook uit de buurt vandaan dat jullie hier vandaag komen? Wij komen uit op meer. Spanbroek. Okay. Ja, een dagje naar Hoenderdal, is dat... Een dagje naar Hoenderdal met de kleinkinderen, dat vinden ze leuk. Ja. 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 Is het doen jullie dat vaker of zijn jullie echt voor bepaalde dieren? Nee, we komen hier wel regelmatig, ja. Ja. Vinden we leuk, ja. Het is een mooi park. Ja. Het is een erg mooi park zelfs. Ja. Ja. En wat zijn nou de dieren waar jullie speciaal voor komen? Nou, maakt niet uit, de leeuwen vinden ze leuk en alles vinden ze leuk eigenlijk. Ja. Maar dit hadden we nog niet gezien, dus we gaan nu hier even kijken. Ja. Maar of ze het leuk vinden, dat moeten we nog afwachten. Ja. En hoe vind je het een beetje spannend? Of denk je van, nou, ik durf dat wel? Ik vind het wel. Kijk nou eens, wie er... De eerste vogels, die zijn er al. Ik vind het een beetje spannend, hoor. Zoeken gelijk het water op, ik denk dat ze het warm hebben. Ja, nou ja. Een hele goede middag allemaal. Nou, we gaan eens even luisteren naar de show. Welkom hier op Land van zodat ze niet in die blubber wegzakken. En waar ze dan onder andere naar op zoek zijn visjes, maar ook andere dieren die er voorkomen. Zoals ze even laten zien. Maar deze vogels zijn bij 300 gram per stuk, dus wegen helemaal niet zoveel. En ze hebben allemaal hele mooie S-vormige hals. Heeft ook te maken met het vissen in het water. Want als er een visje zit zwemmen, kunnen ze die hals in één keer heel hard uitstrekken en met het lange snaveltje dus gemakkelijk dat visje vangen. Ook die ogen staan goed naar voren gericht, zodat ze heel goed die diepte kunnen inschatten. Oh, een spijker. Ja, wat krijg je daarvan? Ze zijn dus eigenlijk heel goed in kanker, ze gaan heel makkelijk voor de voeten lopen. Zou je ook misschien kunnen helpen om ze weer naar binnen te brengen? Want ze worden heel erg kloos. Nou. Even naar binnen zwaaien. Want daar zou als goed iemand die ze naar binnen kan brengen. Ja. We weten dat als de rappers onderdrukken weer naar binnen zitten. Want daar krijgen ze nog meer te eten. In die tijd hebben we ook nog een stuk van de rode. En probeer ze nog te bloeden met veel mogelijk omdat ze natuurlijk ook één keer eten krijgen. Maar weet je wat voor de lading? En dat weten ze maar altijd goed. Ook dat wil ik heel even voor de eten oppassen. Nou, we gaan meenemen naar de India, daar hebben we volgende vogel voor. Namelijk de keuken.
mooie foto's maken. Allemaal hartstikke leuk. Maar ze kiezen wel heel veel. Kan ik jou even storen of ga je... Okay. Ik ga ze proberen te lokken. Ja. Want die wil ze natuurlijk van dichtbij de foto even. Dus dan ga je ze even gooien. En kijk, ze kan je naar de foto zetten. En daardoor is het steeds minder warmer voor mensen. En ik vind het leuk dat ze zich bij mij houden. Maar iemand die helemaal geen idee heeft en die gewoon lekker constant wandelen is, daar zijn ze ook minder warm voor. Dat ging maar net goed, hè? Ja. Hoort het bij jullie demonstratie dat jij altijd zo eigenlijk even voordat hoe het niet moet? Ja, eigenlijk wel. Wij demonstreren eigenlijk hoe het zit met het voeren van wilde dieren. En niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland. Ja, want het kan dus ook in Nederland zo gebeuren. Ja, je ziet het met meeuwen natuurlijk. Ja. Mensen gooien dan patatjes buiten de boot, richting Texel bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, en dan op een gegeven moment is je bakje patat ineens weg. En dan is het ineens niet leuk meer. Nee. Dan heb je patatje kwijt. Ja. Dus mensen een stukje educatie en informatie meegeven is wel een goede. Ja, nou, dat is in ieder geval het doel van onze presentatie. Precies. Ben jij nou vrijwilliger hier of heb je echt heel veel kennis van alle vogels, hoe het allemaal, of heb je er een opleiding voor gedaan? Ik zit in een opleiding. Kennis kan je altijd verbreden. Ja. Ik ben heel lang vrijwilliger geweest en ik werk nu betaald voor de vakantie en straks ga ik stage lopen in het buitenland. Dus weer wat anders. Leuk, nou, heel veel plezier. Ik moet weer verder. Ja, je moet volgens mij weer verder, hè? Ja, dit zijn die dieren die je dus nu ziet, zijn de gieren. En ik heb begrepen dat het dus dieren zijn die een spanwijdte hebben van maar liefst 2,5 meter. Dus als zij hun vleugels uitslaan, zijn ze 2,5 meter breed. Ik weet niet of dat echt ook bij deze gier geldt, of dat toch zo komt. Daar gaan we even naar luisteren. Wat geeft u ze nou, mevrouw? Stukjes kuiken. Stukjes kuiken? Ja. Wat zei u? Ik zeg altijd kippenvlees. Ja. Is dat echt het, lekkere kostje voor ze? Nou, hij vindt van alles lekker. Hij krijgt ook van alles. Ik zal er even heen, want anders krijgt ze ruzie. Ja, oké. Nou, gaat u maar uw ding doen. Nou, terwijl de gieren nog eventjes het laatste eten krijgen en zo meteen de nieuwe vogels weer naar binnen gaan via de luiken, wil ik je bedanken voor het kijken. Dit was Anna Events vanaf de Roofvogelshow in Park Hoenderdaal hier in Annapolona. Thank you.